Wie ben jij? Ik ben Monica Geuze. Ik ben Pepijn Lanen. Vandaag zijn wij life coaches voor NC. Heerlijk zo'n gouden envelop. Ik heb nog nooit in mijn handen gehad. Mijn zus wil een dakloze meenemen naar ons kerstdiner. Ik heb daar helemaal geen trek in. Ben ik te egoïstisch? Kent ze hem? Is het een vriend? Is hij tijdelijk op zoek naar een woning? Ja. Is het Ben of iemand? Who are we to judge? Ga het gesprek met je zus aan. Ja. Ik vermoed dat mijn partner vreemd gaat. Als ik het hem vraag, ontkent hij. Kan ik zijn beste vriend confronteren? Ja, dit vind ik echt best wel. En misschien weet zijn beste vriend het dus ook helemaal niet. Kijk, aan de andere kant begrijp ik ook, als je vriendje belazert, ja, wat boeit jou het dan of hij nog zijn beste vriend eraan overhoudt of niet? Dan boeit je dan ook geen reet meer. Ik denk dat het allemaal afhangt van hoe sterk je vermoeden is. Ben je gewoon echt heel jaloers en verzin je het? Of weet je het al bijna zeker, dan kan je wel op zoek gaan naar een manier om het 100% zeker te weten. Of is het vermoeden al genoeg voor jou om er misschien uit te stappen als je er niet oké mee bent? Dat kan natuurlijk ook nog. Ik wil graag minder op mijn telefoon zitten, maar ik ben ook bang dat ik dan dingen mis. Hoe doen jullie dat en hoe ga ik hiermee om? Nou, hoe doen jullie dat? Jouw schermtijd is toch echt van de zotte. Het is echt om te huilen. Maar je mist niks. Dat is de andere kant. Laatst deed ik volgens mij op een steltoon of zo, deed ik zo het aantikken van dat je dan wil dat je scherm oplicht, zeg maar. Toen dacht ik, oh mijn god, niet eens mijn telefoon, ik doe het nu gewoon echt bij random voorwerpen. Ja, voor een foto in een tijdschrift. Ja. Nou, het is heel moeilijk, maar het antwoord in ieder geval, je mist niks. Je mist net zo weinig als dat je niet naar dat feestje gaat waar je eigenlijk ook al geen zin in had. Dus laat gaan.